Ik heb toch nog even teruggekeken in de memorie van toelichting van de wet. Daar lees ik op pagina 33. Met dit wetsvoorstel wil de regering ervoor zorgen dat de uitoefening van grondrechten, ook in het geval van opleving van het virus, zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Dit wetsvoorstel regelt daarom dat eventuele beperkingen van groepsvorming niet gelden voor godsdienstige samenkomsten, maar ook niet voor demonstraties. Dus let wel, ik herhaal nog even, ook in het geval van opleving van het virus. Deze wet maakt er dus de keus om juist gelet op de toetsing aan grondrechten hier meer maatwerk te leveren. Niet alleen om het virus zo precies mogelijk te raken, maar ook als grondwettelijke plicht. En mijn vraag is dan, hoe verhoudt dit uitgangspunt zich tot wat er maandag gebeurde? En hoeveel is de uitoefening van grondrechten, zoals in de wet wordt verwoord, nu waard als onder grote druk dringende en vergaande adviezen worden gegeven om helemaal weer af te schalen. Dus daarom is onze wens, of de minister ook opnieuw met kerken in gesprek gaat, om te bezien wat juist mogelijk is vanuit die maatwerkgedachte in de coronawet. De heer Van Dam. Ja, voorzitter. Ik begrijp heel erg goed dat collega Van der Staaij dat punt van die kerken zo prominent naar voren brengt. Tenminste, ik zou het raar vinden als hij dat niet zou doen. Nu is het punt dat er wat verschil zit, denk ik, tussen de kerkgang in de achterban van de heer Van der Staaij en de kerkgang wellicht in mijn achterban. Hoewel, ik zat afgelopen zondag met 23 man in de kerk en bij meneer Van der Staaij hoor ik aantallen van 600. Hè, dus dan heb je een heel ander verhaal. Wat volgens mij hier een heel belangrijke discussie in is en wat misschien ook niet altijd begrepen wordt in orthodoxe kring, is dat heel veel Nederlanders niet hier een grondrechtendiscussie van maken, maar gewoon denken, ja, ik mag niet naar het theater en ik mag niet naar de voetbalclub en ik mag niet, nou ja, noem het maar op, en zij gaan naar de kerk. Dus dan is mijn vraag, en dat voel ik ook, dat snap ik ook, ik snap dat. En misschien dat als jij anders die kerk beleeft, dat je dat minder hebt. Maar kan meneer Van der Staaij eens uitleggen hoe dat dan beleefd wordt door hem of in zijn achterban, wat al die anderen zich moeten ontzeggen? Theater enzovoort. Ja. En hoe dat gaat, dat is toch ook een relevant onderdeel van de maatschappelijke discussie. De heer Van der Staaij. Ja, voorzitter, dat herken ik zeker als een zeer relevant onderdeel van de maatschappelijke discussie. En ik begrijp ook dat heel goed dat mensen de wenkbrauwen fronsen die dan grote aantallen bij kerkdiensten zitten zien en zeggen van ja, maar waarom voor mijn pleziertjes niet? En als je de kerkdienst ziet als een soort van poppenkast, is het niet gek dat je die op dezelfde manier als het theater behandeld wil zien. Maar als je de kerkdienst ziet als als iets wat juist het meest wezenlijke is in je mens zijn, dat het gaat over mensen die, en daar kan ik mezelf ook toe rekenen, die natuurlijk ook te maken hebben met beperkingen van sportscholen en van restaurants en van reizen of noem alles maar op. Het zijn niet andere mensen, het zijn dezelfde mensen. Maar dat je, dit als heel wezenlijk wordt ervaren, het meest wezenlijke eigenlijk in het leven, daarom ook niet voor niets zo sterk ook verankerd in onze grondwet, dat eigenlijk betekent dat het belangrijkste in je leven is, de ontmoeting met God, dat het juist in crisistijd misschien wel sterker wordt ervaren nog. Die plek om daar de rust te vinden, om daar te ervaren dat God degene is die werkelijk helpen kan en bevrijding geeft van alle nood en verdriet en angst. En dat het die plaats is ook voor steun en troost en nabijheid. En misschien is nog wel het diepste antwoord dat ik kan geven, voorzitter. Ik zal me inhouden, want ik besef dat ik hier vanuit mijn, omdat het mijn hart heeft, erg makkelijk lang over praat. Maar het is ook de bedoeling om hier met elkaar een beetje compact te houden. Maar ik heb tegen iemand ook nog onlangs in een gesprek gezegd, stel je eens voor dat het waar is, dat het niet zomaar een vorm van je eigen hobby is, ieder zijn hobby, maar stel je eens voor dat het waar is, dat er een God is die leeft en die in zijn woord mensen roept tot hem. Stel je eens voor dat dat waar is, dat we een ziel hebben voor een eeuwigheid. Dat het niet alleen gaat om deze tijd door te komen, maar dat er ook een leven na dit leven. Als dat allemaal echt waar zou zijn, en ik geloof dat het zo is, dan besef je in één keer hoe belangrijk dat is. En als je inderdaad denkt van ja, het is maar een beetje, nou, laat ik er geen negatieve kwalificatie aan vinden, maar dat geloof ik allemaal niet zo, dan kan de verleiding zijn om het maar allemaal op dezelfde manier te zien als de beste vrije tijdshobby. De heer Van Dam.
Ja, voorzitter, ik vind het heel ingewikkeld om hier even in deze context een enorm debat over te voeren. Wat ik alleen wel wil zeggen is, met alle respect voor datgene wat de heer Van der Staaij zegt, er zijn natuurlijk ook mensen in Nederland die zondagmiddag naar Ajax bijna met dezelfde kwalificaties kunnen omlijsten als het belangrijkste in hun leven, als dat de heer Van der Staaij nu doet. En grondwettelijk en qua intentie snap ik dat het totaal van een andere orde is. Maar ik denk dat we elkaar helpen om allebei die belangen in beeld te zien en ook dit samen op te lossen. En dat is eigenlijk een beetje ook de zoektocht van mij. Ja, ja voorzitter, dat begrijp ik. En dat respecteer en dat waardeer ik. En zo zie ik dat ook. Dus ik snap dat dit heel veel mensen ook niet overtuigt. En dat ze zeggen, ja, ik haal er mijn schouders aan op. Maar ik probeer eerlijk aan te geven waarin dat belang zit. Waarom dat zo nauw luistert. En ook een beetje dat het wel dezelfde mensen zijn die ook allerlei dingen doen. En die ook en dat er ook kwetsbare mensen zijn die geen geld hebben om een mooi kaartje voor Carré, om daar bij elkaar te komen, maar die wel in die kerk ook die steun en troost daar vinden. De heer Henk. Ja, voorzitter, ik viel toch wel een beetje over de manier waarop...